Lisa, een derde plaats, wat is je gevoel daarbij? Ja, dat is geen goed gevoel natuurlijk. Ik zwem vanochtend 1:34. Als ik dat nu weer had gedaan, had ik gewoon Europees kampioen geworden. En ja, zo had ik het voor mijn gevoel natuurlijk ook wel bedacht, zeg maar. Dat ik 1:34 sowieso weer zou gaan zwemmen. En dan misschien nog wel harder, want ik ging vanochtend echt gewoon helemaal niet voluit. Ik ging de eerste baan vol. En ja, de terugbaan heb ik hem echt laten vieren vanochtend. En nu zwem ik met meer energie, 1:36. Dus ja. Waar zit dat verschil dan? Ja, ik denk te graag willen. En dan toch mijn slagfrequentie niet houden. En dan hem te hoog laten. Ja. Ja, dus dit is niet brons gewonnen, maar eigenlijk misschien wel goud verloren. Ja, dat zeker weten. Dus nee, geen goed gevoel. Nee, geen goed gevoel.